Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, gaat het gehele Kampenieuw Hotel in Vlaardingen afhuren voor de opvang van asielzoekers. In de gemeenteraad van 10 oktober gaf burgemeester Bert Wijbrega meer uitleg over hoe dit achter de schermen is gegaan. Wat was nou eigenlijk precies de vraag vanuit het COA? Het COA gaf aan dat zij een mogelijkheid hadden om bij het Kampenieuw Hotel 50 kamers te huren. En wat was dan de eerste reactie van de gemeente? Nou, dat is een afspraak tussen het COA en het Campanile Hotel. Ik vond het goed dat ze mij informeerden. En ze doen dat ook met reden, omdat je als burgemeester op het punt van veiligheid natuurlijk ook geen bezwaar moet hebben. Stel, er was bezwaar vanuit openbare orde en veiligheid. Had het dan tegengehouden kunnen worden wat dat betreft? Ja, zeker, want dan had ik het niet toegestaan. En dat hangt nog steeds wel in de lucht, want we zijn er nog niet uit. Het voornemen is er. Ik weet wel dat Campanile en COA nog in gesprek zijn. Als dat dan gebeurt, kunnen we dan eigenlijk niet zeggen dat er het komend jaar dan dus een asielzoekerscentrum daar komt? Ja, weet je, met woorden kun je van alles doen. Het zijn mensen die een bed en een dak boven het hoofd willen en eten in afwachting van hun toegekende status. Ja, om die groep gaat het. En met die 50 kamers zou het om zo'n ongeveer 80 mensen gaan hier in Vlaardingen. Eerder zei de gemeente volledig verrast te zijn door het COA en buitenspel te staan. Dit blijkt dus niet geheel het geval te zijn. En in het meest recente persbericht staat dat de gemeente en het COA de opvang van asielzoekers hebben afgestemd. Ik zeg in het interview wat wij gehouden hebben voor het Campanile Hotel nog, ze liegen. Ze liegen. En laten ze maar komen. En wat gebeurt er? Het persbericht wat deze week uitgaat, dan zeggen ze gewoon dat het in overleg met COA en gemeente is gebeurd. Ja, ik zie het aan je gezicht. Je vindt het ongelooflijk. Ja, ik vind het van een bestuurlijk niveau waar ik echt van schrik. Het COA huurt dus 50 van de 51 kamers in het Campanile Hotel in Vlaardingen. Burgemeester Wijbrega vertelt aan de raad dat de eisen die hij stelt aan het COA hoog zijn. Er komen geen of weinig leerplichtigen en de medische zorg wordt geregeld door het COA, zodat de Vlaardingse scholen en zorginstellingen niet belast worden. Ook wil Wijbrega dat er maatregelen komen op misdragingen, dat er toezicht komt, eventueel ook door camera's, en dat er ook een meldpunt komt voor incidenten. Daarnaast moet er volgens Wijbrega ook dagbesteding komen voor de asielzoekers. Zijn wat dat betreft dan jouw zorgen voor in het Campanile Hotel dan weggenomen? Nee, natuurlijk niet. Je moet met die bewoners gaan praten. Is daar dan rekening mee gehouden? Hij zegt dat er op basis van openbare orde en veiligheid geen problemen zijn. Kennelijk weet hij dus niet wat er op dat parkeerterrein, wat aan de overkant daar ligt van de voetbalvereniging CWO, wat daar allemaal gebeurt 's avonds. Als we deze situatie dan zien, had het COA dan eigenlijk gewoon in elke gemeente waar geen problemen zijn wat betreft veiligheid dit maar gewoon kunnen doen zonder ook een spreidingswet? Jazeker. Het enige is dat het een slechte maatregel eigenlijk is, omdat het heel duur is. Omdat het heel ondoelmatig is om het zo verspreid te organiseren in Nederland. Dat ik het ook voor de asielzoekers echt niet de beste oplossing vind. Omdat ze de kans missen om in een grotere opzet ook activiteiten te hebben, misschien ook al bezig te gaan met dingen als taal of Nederlandse cultuur of wat iets meer zij. Dus dit is echt een noodmaatregel voor dit jaar, omdat het COA zit met mensen die geen dak boven het hoofd hebben, die geen bed hebben. En voor die groep is dit een uitweg. Ja, dan moet het maar even zo dit jaar.